Ja, dank u wel, voorzitter. In tweede termijn, de drie punten die GroenLinks heeft aangehaald met betrekking tot onze criteria, onze vier criteria waaraan wij dit besluit toetsten. We zijn heel blij met de verheldering die de wethouder net heeft gegeven met betrekking tot sociale tarieven. Dat is eigenlijk precies wat de GroenLinks-fractie zei, namelijk indexering van de tarieven zoals we die nu hebben naar 2011. Dat garandeert inderdaad de sociale tarieven zoals we die willen. Wat betreft de duurzaamheid zijn we blij dat u de motie van GroenLinks heeft overgenomen. Die ambitie die staat dan in ieder geval. Blijft over het punt parkeren en groen. Zoals ik al zeg, de tegenstelling tussen het parkeren in een park en de groene karakter wat we daaraan willen geven. Wij willen toch graag even wat concreter van u horen. Een reactie op het standpunt van GroenLinks dat het parkeren of buiten het park gebeurt, buiten de grenzen zoals wij die in de gebiedsontwikkeling hebben vastgesteld, of ondergronds. En daar zouden we toch graag even nader met u op in willen gaan. Laat me hier meteen aan toevoegen dat ik me voor kan stellen dat bijvoorbeeld gehandicapten en dat soort dingen dicht bij het zwembad moeten parkeren. Wij zijn ook best bereid om voor die zeer minimale groep een uitzondering te maken. Maar de hoofdlijn moet zijn buiten het park of ondergronds.